Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering praten we met Jermin Lijan, ondervoorzitter van de Algemene Bond Personeel Binnenlandse Zaken. Minister Bronto Somohardjo heeft recentelijk zijn omslag ingediend bij de president van de Republiek Suriname. Somohardjo gaf aan dat hij zijn omslag heeft ingediend vanwege een verstoorde werkrelatie met de vice-president. In deze kwestie is er ook een onderzoek gaande van Galat naar malversaties op het ministerie. De vakbond van het ministerie heeft een aanklacht ingediend over bepaalde gunningen die door de minister zijn verleend. Meneer Jean, welkom in het programma. Ja, thank you. Uh, we zullen beginnen met uh, het ontslag van de minister. Wat vindt u uh, van uh, de ontslag van de minister? Um, om eerlijk te zeggen, uh, wij van de bond, algemene bond, personeel, binnenlandse zaken, uh, we zijn een hele tijd bezig met deze kwestie. Het is zo dat uh, vanaf het aantreden van de ex-minister Bronto Somohardjo, dat hij is, hij is begonnen met een rancuneus beleid op het ministerie. Pesterij, uh, een, een, ik zou niet zeggen een racistisch beleid, maar als je zo kijkt naar zijn model van uh, ...beleid uitstippelen, dan was het echt niet goed te keuren uh, voor een land als Suriname. We leven in een multietnische samenleving en het is niet nodig dat we uh, met haat leven naar elkaar toe. En de minister is begonnen met een zodanig beleid dat je het helemaal niet goed kan keuren. En dat was begonnen in uh, juli 2020. Dus als jullie die archieven kunnen volgen... Dan is het helemaal niet moeilijk voor de Surinaamse samenleving en ook niet voor de wereld om na te gaan dat deze bond al een hele tijd bezig is om zaken op orde te krijgen. Om de ex-minister tot andere gedachten te brengen. Maar hij was niet willing. Dus het was het moment laatst dat hij ontslagen moest worden. Kunt u ons uh, een beeld uh, schetsen over de malversaties uh, die. Heeft plaatsgevonden op het ministerie van Binnenlandse so Zaken? Um, Alvast wil ik aangeven: ah, kijk, je hebt personeelsleden op het ministerie. Die personeelsleden moeten werken op de verschillende BVB-kantoren of hoofdkantoor of de BVB-kantoren, maar niet thuis bij <laughs> een bij een bij familie van de minister of familie van de vader van de minister of een partijcentrum van de minister of gewoon een winkelcentrum in de stad. Privéplekken, het kan niet. En je weet het zelf. Als je kijkt naar het land, dan is er tekort op bepaalde ministeries, op bepaalde uh, locaties. En dan is er een minister daar die ambtenaren inzet op zijn waar hij vindt dat ze goed zijn voor hem. En dat is niet goed voor de staat Suriname die ervoor moet betalen. Wij als Surinamers, wij als werkende klasse, wij betalen voor al die ambtenaren die worden gezet op privélocaties. Dat is alvast één. Twee is: mensen die niet eens werken worden uitbetaald en ze krijgen overuren, terwijl ze niet eens weten. Ze, ze werken niet eens. Begrijpt u? En de ex-minister had Aangehaald dat ik niet werkte. Of dat ik niet werk. Mag ik u wat zeggen? Uh, vanaf zijn aantreden, wij hadden onze beleidskamer onder leiding van die vorige minister, Noor Salim. En toen ex-minister Bronto aantrad, heeft hij de hele beleidskamer van ons als beleidsadviseurs opgedoekt en heeft ons naar huis gestuurd. En dan kan je niet komen klagen dat wij als beleidsadviseurs niet willen werken. Dus daar begon het alvast troef te gaan. En hij begon ook te bedreigen dat hij salarissen zou blokkeren. En toen voelde ik me als een van de beleidsadviseurs. mijn tientjes getrapt, ja. Dat jij me niet thuis kan zetten. Dat wij je nadien mooi komen spelen in DNA. Alsof wij niet willen werken. We hebben jaren gewerkt onder, onder andere ministers. Hoe kan het zo zijn dat we niet onder jou willen werken? Dat we zeggen: er is een probleem met jou. Dus daar begon het mis te gaan. En toen begon hij ook met die last minute ambtenaren die in waren genomen, die een benoeming hadden gehad, die een vaste aanstelling moesten krijgen. Heeft hij al die dingen tegengewerkt. Ondanks hij uh, door de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie, Chandrika Persat Santoki. en ook de vice-president, op het matje werd geroepen van minister. U moet de ambtenaren opbrengen. De mensen hebben recht op hun, op hun salaris. U moet de ambtenaren opbrengen en de mensen inzetten. Ondanks de president hem op het hart had gedrukt om de personeelsleden in te zetten, heeft hij dat niet gedaan. Weliswaar moet ik aangeven dat hij het wel heeft gedaan met een bepaalde groep. Mensen die zich hadden aangesloten bij Partij goer Maar hij heeft geen opdracht gehad van de president. ...om alleen die mensen in te zetten. Hij heeft de opdracht gehad om al die ambtenaren in te zetten. Dus hij heeft, heeft selectief... ...hij is selectief te werk aan toe gegaan. En dat vonden wij als een bond niet leuk. Waar begrijpt u toch? Ik bedoel van, we leven in een, een, een respectievelijk land. Een geliefd land, Suriname. multi we leven met elkaar. En die Japanese, hebben. gaat Begrijpt u wat ik bedoel? En dan komt er een minister die een scheiding wil brengen. En dat is niet goed. Dus vanaf daar begon het al mis te gaan. Hoe bent u uh, aan al deze informatie uh, gekomen? Die corruptieve handelingen bedoelt u. Uh, kijk, ik ben ondervoorzitter van de bond. En de leden van de bond weten van. Als iets in de oren van de ondervoorzitter komt, dan gaan we er zeker. Wat uit kunnen halen. Ja? En toen hebben ze mij benaderd. Ik heb niet gezegd dat ze als ze andere lieden hadden benaderd van de band, dat ze het niet zouden aankaarten. Ze zouden het wel aankaarten. Maar ik, ik ben die, die babbelman van de band. Waar hebben u? Um, als er wat is, ga ik mijn man nooit houden. En zo moet ik wel die jongeren van Suriname ook adviseren. We moeten niet meer uh, meedoen met een soort chipotie gedrag We moeten kritisch die regering volgen. Waar heb je dat? Als alle jongeren in Suriname een kritische houding hebben... naar leiders van dit land... gelooft u me, het land gaat heel anders draaien. Dus toen ik die informaties kreeg... Ik heb ze gehad van ambtenaren op het ministerie. Toen ik ze heb gehad, uh, ben ik gaan doorlezen. En toen heb ik mijn adviseurs gevraagd van... Hoe zit het hiermee? En ja, toen hebben ze me geadviseerd: van, nee, meneer Michon, wat er hier gebeurt, is corruptie op, op, op grote schaal. Waar heeft u dat? Dus um, eigenlijk moest ik het anders uitleggen, want de heer sibrano Piquet was eerst uitgekomen. Maar hij had dat ding oppervlakkig uitgelegd. Toen ben ik naar informatie gaan vragen op het ministerie. En toen heb ik inhoudelijk op papier alles dat vastgelegd was, zo heb ik die informaties gehad. Toen ik die informaties heb gehad, uh, ben ik toen naar DTV gegaan, omdat deze mannen ook alweer ze confronteren met: kijk, minister, dit, 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 dit hij wil je niet ontvangen. Die man, ik kan u zo erg zeggen, ondanks ik ondervoorzitter ben van de bond... En de bond, de resterende leden. Het was altijd moeilijk dat de minister ons moest ontvangen. En dat, dat, die, die werksfeer was er niet. De relatie tussen minister en de bond was er niet. Dus ik had geen andere keus dan het maar te delen met de samenleving. Waardoor de president, de regering het kon horen. klant PG, iedereen het kon horen. Wat zich afspeelt daar op het ministerie. Dus toen ik uitkwam, dat was uh, 15 augustus 20. 24, dat was de eerste keer. Kort daarna heb ik verweer gehad. Maar ik wist letterlijk van het was geen verweer. Dat was gewoon doordat ik was uitgekomen. Ik heb de schandalen naar buiten gebracht. De corruptieverhandelingen die werden gepleegd op het ministerie. Doordat ik ze naar buiten had gebracht, dan werd mij verweer aangezegd. Maar het had gewoon niets te maken met verweer. Oké, okay, ik ben naar Nederland gegaan, teruggekomen. Mijn salaris werd geblokkeerd. Hij was ook al een van de modellen van Rankine. Uh, toen hij op zijn teentjes werd getrapt, heeft hij het weer geblokkeerd. En nadien kreeg ik meer informatie van meer corruptieve handelingen die gepleegd werden. En de minister begon een persoonlijke uh, confrontatie met mij aan te gaan. persoonlijke strijd met mij aan te gaan als uh, ondervoorzitter. En daar is dat ding eigenlijk een beetje stroef. Het begon stroef te gaan. En naderhand kreeg ik steeds meer informatie van corruptieve handelingen. En die deelde ik mee met de samenleving. Totdat het moment daar was waar ik weer verweer kreeg. Dat was, ik denk, uh, als ik het goed heb, 9 september. Dus toen ik, aan, toen ik arriveerde op 20 september. Uh, moest ik me weer verweren. Maar mijn verweerbrief was niet op Binnenlandse Zaken. Het was bij de PG. En toen ik die brief las, vond ik het niet nodig dat zo'n brief gebracht moest worden naar PG, want ik was niet in het land. Dus ze konden gewoon geduldig wachten totdat ik terug was gekeerd. En dan konden ze die brief allemaal of me laten roepen. Maar waarom naar PG? Maar mijn zaak is toch niet zo zwaarwechtig. Je hebt zoveel criminelen hier in Suriname. Waarom een brief waar ik me moet aanmelden om te komen werken? Waarom moet die brief naar PG? Toen heb ik in mijn verweerbrief, want die, die verweerbrief moest ik richten naar SK, directeur SK. Ik heb die brief geregeld, ik heb geschreven. Die aantal punten die ik heb aangehaald, ik heb gewoon aangehaald van dat, dat wat men vond dat ik me moest verweren, het had gewoon niets te maken met werk. Men vond gewoon dat ik mijn mond dicht moest houden, ik mocht niet meer praten. Dus de man is zoek blokkeren, die blokkeert blokkeer me als het was, mond man doodmaken. En ik ben een jongeman, u mag me volgen in de media. Ja, ik ben. Uh, <laughs> you know, Kiesminanga staan net, ik begrijp je? Dus toen ik die brief, mijn verweerbrief uh, schreef, heb ik het gericht naar de directeur. En een CC van die brief naar de president van de Republiek Suriname. En daar heb ik aangegeven: dit heeft niets te maken met verweerpresident en directeur. Het heeft gewoon te maken met rancune pesterij dit, op basis van dit, 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 heeft men mij verweer aangezegd. En dat waren gewoon die corruptieve handelingen die ik heb aangegeven in mijn verweerbrief. En als bijlage heb ik ook stukken gezet voor de president. Zodat hij kon zien over welke corruptieve handelingen ik het heb. Wat de president toen heeft gedaan, hij is een juridisch team laten roepen. En toen hebben zij dat bestudeerd. Toen ze het hebben bekeken, ze hebben het doorgenomen, hebben ze de president toen geadviseerd van president, was er niet meer moe. Dus we gaan een diepgaand onderzoek instellen. We gaan Klat laten vragen om een diepgaand onderzoek in te stellen. Dus zo begon het onderzoek. Wat er gebeurde naderhand, de hand, naarmate Klat bezig is met het onderzoek, ik denk dat Klatt een aantal zaken heeft geconstateerd... waardoor men de president heeft geadviseerd van president... dit onderzoek gaat langer duren dan gedacht. Ja, toch? En u weet, zodra een onderzoek langer duurt dan men het had gedacht... dat wil zeggen, men heeft een aantal zaken kunnen vinden. Begrijpt u en dat? En dat is eind november. Dus wat Klatt heeft uh, berekend voor de president... Is het tot 1 november? En de president zegt van: Ik kan de minister niet vanaf nu laten tot 1 november en misschien zelfs in december met verlof, verplicht verlof. Dus toen heeft de president hem gezegd: Wat je had moeten doen, je ja had dan maar ontslag moeten nemen. Maar een logisch denkend mens: Als de minister en zijn team niets hadden gedaan, zou de president gewoon zeggen: Van luister, nou, En de tussentijd dat Klaat bezig is met het onderzoek. Wanneer je gewoon rustig werkt. En wanneer het onderzoek klaar is, dan heb je hem op de hand. Maar het moment dat de president zegt: je moet ontslag nemen, dat doen we goed denken. We zijn jongeren, maar we zijn niet dom. Hè? Lichtjes zijn daar gaan branden. Je moet het zien als een, alsof, alsof een narco-ticabrigade naar hier zou komen. Narco komt naar hier, ze krijgen een informatie, ze vinden niets, ze gaan gelijk weg. Op het moment dat je ziet dat die honden die drugs moeten zoeken. die honden beginnen te krabben en zoeken en zoeken en zoeken. Dat wil zeggen, er is drugs. En dat is. begrijpt u wat ik bedoel? Zo moet u dat onderzoek van Binnenlandse Zaken zien. Uh, er is een onderzoek gaande van de klad, toch momenteel. Uh, werd de minister uh, opgeroepen om zich te verweren? De, de, de minister werd, uh, nadat ik mijn verweerbrief heb afgegeven aan de president, moest de minister zich verweren op basis van wat ik had aangegeven in die brief. En toen moest hij die onderliggende stukken brengen voor de, voor de president. En dat zei ik toch, toen de president en zijn juridisch team, toen ze al die stukken zagen, hebben die juristen hem geadviseerd van president, dit moeten we wel diep gaan, gaan onderzoeken. En ik heb zo'n zo vermoeden dat de minister niet al die stukken had gebracht. Dus vandaar dat Klaat zelf zijn onderzoek, haar onderzoek is gaan doen op het ministerie. Maar dat was gewoon op basis van mijn uh, verweerbrief naar de president en de directeur. Wat kunt u ons vertellen over uh, het onderzoek van Klaat? Ik moet wel eerlijk zijn, ik hou mij niet bezig daarmee. Ik volg het vanuit de afstand. Uh, ik heb ook nog geen informaties, definitieve informaties hoe ver het ligt. Misschien is er al een tussentijdse verklaring of een tussentijdse informatie van de president. Maar ik denk dat ze nu wel wat informatie zullen hebben. Maar eerlijk gezegd, ik heb geen contact met niemand van klat. Ik ken niemand van klat. Ik weet ook niets van klat. Ik hoor alleen klat, maar geloof u me. Ik heb niet echt uh, informatie. Was er volgens u uh, wel sprake van uh, wanbeleid op het ministerie? Natuurlijk. Als je zo kijkt. Kijk, ik heb zelf stukken van ambtenaren gezien. die twee salarissen verdienen. op één ministerie. En niet gewoon normaal twee salarissen. Twee salarissen met overuren. In één maand. Kijk, als je zo kijkt naar jezelf. dan weet je hoeveel uren je maximaal kan werken per dag. Na een bepaalde tijdstip heb je ook je eigen gezin. Je hebt ook je gezin, je hebt je privéleven, je moet ook uitrusten. Maar als je kijkt naar die salarissen die die mensen dicht bij de minister ontvangen, dan zie je duidelijk dat er geen ruimte is. Dus dat, om het zo te zeggen: de mogelijkheid bestaat er niet dat men zoveel werkuren maakt op het ministerie. En nog erbij, dan krijg je nog een salaris. Dus dan vraag ik me af, wanneer werkt zo iemand? Dan zeg je, je slaapt niet. Als je kijkt naar die salarissen. En ik, ik kan je zelf geven, ik heb ze hier in mijn telefoon. En dan gaat u zelf zien wat ik zeg. Boris, op de waarheid. Als iemand op het ministerie moet werken en de persoon heeft een, een bruto van 54.000. En die andere bruto is 24.000. Dan komen we al op 78.000 SRD van één ambtenaar. Ik heb het hier aan mijn telefoon. Eén persoon. En wat ik, wat, waarover ik het heb, is niet maar één persoon op het ministerie. Al de mensen die, dichtbij, zijn, de minister, die de, dichtbij de minister zijn, maken aanspraak op al deze gelden. En ik vind het niet eerlijk naar die kansarmen toe, die, 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 die kansarme mensen in het land. Als je als zelf kijkt naar vuil ophaal. Er is geen geldvervuil ophalen, maar er is wel een minister daar die geld zit te verspillen. Mensen die gewoon naar vergaderingen komen en ze krijgen overuur. Je moet gewoon naar een vergadering gaan en eind van de maand krijg je overuur. Hoe kan dat in hemelsnaam? En ja, men wordt boos dat ik die dingen heb aangekaart. Maar ja, ik ben een van de jonge Surinamers die wat recht is, recht spreekt. En wat krom is, ik zeg gewoon dat het krom is. Klaar. Word je boos, word je boos. De minister heeft uh, zijn ontslag inmiddels ingediend bij de president. Wie ziet u als een goede vervanger van minister Somarjo op uh, het ministerie? Kijk, ik wil geen namen noemen van uh, mensen, personen die geschikt zijn om het werk te doen. Wat ik wel kan zeggen: Suriname beschikt wel over potentiële kandidaten die het werk uh, naar behoren kunnen doen de komende zeven maanden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kijk. Je hebt nu de waarnemend minister. Hij is minister van Arbeid, maar hij neemt nu waar. Als u kijkt naar zijn profiel, dan denk ik dat een minister met ongeveer zo'n profiel goed zou zijn om de minister te zijn op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Helaas is hij minister van Arbeid. Dus ik denk dat als men moet zoeken, dan moet men zoeken naar soortgelijke mensen. Mensen met het hart op de juiste plek. Wat verwacht u van de minister? Uh, die dus binnen zaken onder zich zal hebben. Ik verwacht dat hij zeker uh, de verkiezingen van 25 mei kan leiden, zodanig dat het een eerlijke verkiezing moet zijn. Hij heeft genoeg tijd, zeven maanden is genoeg tijd. En ik denk dat wat ik zeg toch, als ze een persoon daar zetten die weet van zaken heeft, denk ik dat het niet zoveel tijd zal nemen dat hij het ministerie. Uh, beter kan uh, leren kennen. Binnen een paar weken al heeft hij al alles onder zich, begrijpt u dat? Yes, dat is uh, wat ik eigenlijk verwacht. En dat hij, los daarvan dat hij ook niet komt met... Ik denk niet dat de opvolger van de ex-minister... zal komen met een beleid. dat verwacht ik ook niet. Want ik denk dat de president zeker zal kijken naar... het profiel van de persoon voordat hij... Uh, de persoon de gelegenheid diep om de scepter te zwaaien op het ministerie. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Tranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten? Dan kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Tranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd. thank you